carnaval is 3 dagen plezier, 3 dagen alles loslaten en je gewoon amuseren. Maar voor Dorsneer is in de eerste plus is dat het feest wat ze heel jaar naar uit kijken eigenlijk. Allemaal kameraden bij een die naar iets naartoe leven, dat is carnaval. Zomer voorbij. Kleuren vallen van de boemen. Op de tribune ben ik een beetje verkleed. Vanaf zondagnacht tot dinsdagnacht ben ik wel verkleed. En ik heb dat altijd al gedaan van voordat ik in de politiek zat. Dus ik ben niet veranderd omdat ik in de politiek zit. Ik heb hem gezien met de prinsjeverkiezing. En dat was er Bojop. Dat was volledig in het roos. Met zijn lakee roze botjes. Dat was om u tegen te zeggen. Hij doet dat in slechte. Hij engageert hem toch. Dus waarom niet? En hoe mee, zou ik zeggen. Dat wat? Dat wat? Hier is aan de kop, zeg. En? Is wel blond bijgekomen, hè? Ja, inderdaad. En dikke kaarsjes om het jeugdige effect te beklemtonen. Ik heb toch in een paar groepen mijn kop zien staan en daar ook een foto komen van nemen. Met de bedoeling van daar een karikatuur van te maken. En ja, ik ben wel benieuwd of hij volledig gaat af zijn. Als Aalstenaar, zeker als politieker hier in Aalst, ja, als je dan hier rond de carnavalswereld, dat ze dan, als je dan niet kunt verdragen dat je in de stoet komt, ik denk eigenlijk dat ergens een eer moet zijn van erin te komen, anders gaan ze nooit niet aan u denken. Ik vind dat wel iets hebben, ja. Ik vind dat een eer als politicus van in Aalst mee te gaan in de stoet als op een van de praalwagens. Zeker en vast. Ons draait zonder dammen.